Ja, behalve het neerpraten van verantwoordingsdag, dat moeten jullie echt niet meer doen. Mijn vraag ging over de verkenners die door BBB zelf zijn aangezocht bij de Provinciale Staten, na de Provinciale Statenverkiezingen. Dat was vaak iemand op afstand van de politiek, niet iemand die lid was van BBB en dat vaak ook heel goed heeft gedaan. Dus mijn vraag eigenlijk aan mevrouw Van der Plas is, wat was daar nou mis mee met die constructie? Mevrouw Van der Plas. Met welke constructie? Kunt u dat nader toelichten? BBB werd de grootste. Mocht een verkenner voordragen. De gekozen fractievoorzitters in meerderheid zeiden, dat is een goed idee. U krijgt de lead, het voortouw bij deze poging om te komen tot een werkbare meerderheid. En die verkenner ging aan de slag, gevraagd door Provinciale Staten om te komen tot een gedeputeerde staten. Dat strandde soms en is ook vaak wel gelukt. Dat is eigenlijk hoe het hier ook zou kunnen gaan en zou moeten gaan. En toch begint mevrouw Van der Plas met de enige motie en mijn pleidooi is de koning moet terug. En daarom stel ik de vraag, wat was er nou mis met hoe het ging in die Provinciale Staten en na die Provinciale Statenverkiezingen? Nou, ten eerste hebben we geen 12 koningen. Dus we kunnen niet 12 koningen benoemen in 12 provincies. Dus dat is gewoon een onmogelijkheid. En we kunnen ook niet de koning benoemen om in alle 12 provincies dit te gaan doen. Nee, dus dat is de reden waarom wij verkenners hebben gezocht. En kijk, de second best, het tweede beste optie, is het iemand te laten zijn die boven de politieke partijen staat. En dat is precies waar wij voor hebben gekozen. We hebben er ook voor gekozen, heel terecht opgemerkt door de heer Sneller. We hebben er ook voor gekozen om dat mensen te laten zijn die geen lid waren van BBB. Geen BBB'ers waren. Juist om de schijn van de belangenverstrengeling te vermijden. Dus daar hebben wij heel bewust voor gekozen. Een maar dat komt omdat de koning in het formatieproces in de provincies niet betrokken is. Een vervolgbaar van de heer Sneller. Maar nu draait mevrouw Van der Plas de redenering om. Maar mijn vraag was, wat is er nou mis met hoe dat gegaan is? Daar was namelijk volgens mij democratisch niks mis mee. En ook vaak qua procedure ging dat vaak prima. Dus het kan wel, zou mijn oproep zijn, dat een volksvertegenwoordiging zelf die verantwoordelijkheid neemt. Eigenlijk zoals de heer Klaver ook zegt, laten we dat dan ook doen. En niet teruggrijpen naar iets ouds waarvan mevrouw Van der Plas het iets romantischer voorstelt dan het in het verleden gegaan is. Mevrouw Van der Plas. Nou, iets ouds. Iets ouds. Koningshuis is gewoon nu, anno 2023, misschien een oud proces. Ja, snel kom je terug. Iets ouds. Wij vinden dat de koning de ultieme persoon is die boven de partijen staat. Als de Kamer straks ervoor kiest om de motie niet te ondersteunen in meerderheid om de koning te laten terugbrengen in het formatieproces, dan is voor ons de tweede beste optie iemand die boven de partijen staat. Niet zijnde de koning, want dat zal de Kamer dan hopelijk niet zeggen, maar stel dat het zo is. Dan zou het iemand kunnen zijn die boven de partijen staat. Wat we nu hebben gezien is dat het gewoon partijbobo's waren eigenlijk. Mevrouw Longren en mevrouw Jortsma, met alle respect, waren prominente VVD en D66 politici. We hebben ook gezien dat D66-matie, om lelijke dingen te zeggen over de heer Remkes. Dat willen we dus niet. Dat willen we dus vooral niet. Dank u. Het formatieproces is een heel serieus proces waar het hele land mee gebaat is. En niet iedereen zal het eens zijn over de uitkomst. Dat is het mooie van de democratie. En dan mogen we hier ook uitspreken dat dat zo is. Daarom zijn we een democratisch land. Maar door partijpolitici erin te brengen, ja, krijg je toch al een beetje de schijn van, ze zullen wel dit of ze zullen wel dat. Laat het dan iemand zijn als het de koning niet is. En ik hou van de koning. Echt, ik hou van het koningshuis. Wij zijn niet de partij die het wil afschaffen, gelukkig. Dan zal het iemand moeten zijn die boven de partijen staat. Uw punt is helder. Dank ik u voor uw inbreng namens BBB.